Goedendag, ik ben Barbara Essenboom. Ik doe onderzoek naar de sporen van de slavernij in Gelderland. En dit is mijn dochter. Ik ben Ishvara Essenboom en ik ben spoken word artiest en student. Ja, we zitten hier op een hele mooie en bijzondere plek. Dit is Suizen-Siependaal. En dit huis is gebouwd door de familie Bransen. En de familie Bransen die had, had plantages in Suriname. Een namenplantage Vossenburg. En daar hebben we een heel mooi verhaal over. De gezusters De Vree die zijn naar Arnhem gekomen en die hadden iemand meegenomen. Anna. Anna van Vossenburg. En ze heette Anne van Vossenburg omdat ze geboren was op plantage Vossenburg in Suriname. Anne was een slaafgemaakte en die begeleidde de gezusters naar Arnhem. Ja, eigenlijk als dienst. De gezusters De Vree die zijn in Suriname geboren. Hun moeder die stierf al heel vroeg. En toen hun vader stierf, stond in, testament dat ze naar Arnhem moesten komen, naar zijn broer Dirk De Vree, die hier burgemeester was. Ik ben in Arnhem getogen. Ik kwam hier toen ik 3 was. En Ishvara is hier geboren. Dat is een echt Arnhems meisje. En toen zij een paar dagen oud was, zijn we naar Wageningen verhuisd. Ik heb voor het eerst van het verhaal gehoord toen ik als onderzoeker betrokken was bij de sporen van de slavernij in Gelderland. Het onderzoekproject van Erfgoed Gelderland. Toen ik hier rondliep als kind, had ik nooit van Anna gehoord. Ik kende het verhaal niet. Ik eigenlijk, ook toen mijn moeder de onderzoek naar ging doen, kwam ze thuis met verhalen en weet je wat ik nou heb ontdekt over dit en wat er eigenlijk allemaal in Arnhem is gebeurd, zo vlakbij waar mijn moeder is opgegroeid en waar wij wonen. Dus ja, rond diezelfde tijd eigenlijk. Mijn initiële reactie was een reactie van herkenning. Ja, een band waar ik eigenlijk mijn hele kindertijd was de vraag, wat doe jij hier? En met dit onderzoek zie ik steeds meer dat mijn aanwezigheid hier, zelfs hier in Arnhem, niet uniek is. Dat het iets is dat men verzwegen heeft voor mij. En voor mijn familie, maar de aanwezigheid, de zwarte aanwezigheid in Arnhem, was er al vele, vele, vele eeuwen voordat ik hier was gekomen. En zelfs de Surinaamse, de zwarte Surinaamse aanwezigheid. Dus dat dit ook deel is, dat dit deel is van mijn geschiedenis, van het Nederlandse geschiedenis en dat ik er ook deel van uit ben, mag maken. Ik vond het denk ik vooral heel interessant en ook misschien wel een beetje zoals mijn moeder dat die geschiedenis wat dichterbij komt. Ik denk ook als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn leeftijdsgenoten dat die vooral denken dat het bijvoorbeeld iets is wat alleen in Amsterdam relevant is of in de Randstad in het Westen. En dat Arnhem niet zoveel met die geschiedenis te maken heeft gehad. Of heeft nog steeds. En daardoor vind ik het wel mooi dat zo'n verhaal, dat nu wordt laten zien en verteld. Zodat ook hier mensen weten dat het helemaal niet zoiets is wat ver weg ligt van ons. Gewoon in Sonsbeek. Ja, als kind in Arnhem opgroeiende, in de jaren 70 voelde ik me echt uitzonderlijk. Uitzonderlijk omdat men mij... Je was aan de ene kant
voelde je dat je erbij hoorde. En aan de andere kant was het zo dat als je met andere mensen, ja, op school was of buiten was, was je altijd degene die er net niet bij hoorde. En dat doet, ja, die uitsluiting, dat voelde je als kind. Ja, en dat, ja, en nu vraag ik me af, ja, komt het door dat men, waardoor komt het eigenlijk? Nou, zelfs mijn moeder zei, heb ik het grootste deel van mijn jeugd eigenlijk in Wageningen gewoond. En was Arnhem was juist de plek waar al onze familie was. En ik wilde ook heel graag altijd naar Arnhem verhuizen, omdat daar, ja, omdat daar familie was, andere Surinaamse mensen, de mensen die meer een soort van thuis voelden, waren allemaal hier. Ondanks dat ik Wageningen heel leuk vond, maar ik denk dat ik daar ook wel misschien een beetje dat gevoel had wat mijn moeder beschrijft, dat je toch altijd een beetje de persoon bent die anders is, die er net niet bij hoort. En in Arnhem waren juist de mensen waar je wel bij hoorde. Het hondje wilde ook even in beeld. Sorry, wat zegt u? Dus het is niet zo fotogeniek omdat ze zo donker is. Dus ze valt altijd tegen. Ze is niet zo fotogeniek omdat ze zo donker is. Interessante opmerking. Net was het nog omdat ze zo zwart is. Omdat ze zo zwart is. Nou, ik heb me eerst gewoon ingelezen en geluisterd in haar verhaal. Ja, waar het is begonnen, waarom ze naar Arnhem is gekomen en wat ze allemaal hier heeft gedaan eigenlijk. En wat me vooral vaak opviel, wat ik ook geprobeerd heb terug te brengen in mijn tekst, is dat we heel veel niet weten. Het begint eigenlijk al wanneer ze is geboren. Er staan een paar Anna's op de, ja, hoe heet dat, op de inventarisatie van de plantage daar. Welke het is precies, dus in welk jaar zij dan is geboren, is eigenlijk niet duidelijk. En zo gaat eigenlijk bij bijna alle belangrijke momenten of minder belangrijke momenten in het leven, is het een soort van vaag van het zou kunnen dat ze dit heeft gedaan. Ze is gedoopt, maar in welke kerk? Ging ze nog naar de kerk? Ze heeft iets na de dood, heeft ze wat nagelaten aan een neef, volgens mij, van de familie. Waar ze bij bleef. Waarom heeft ze dat nagelaten? Was het van haar? Was het van de familie? Veel is... Hebben we een soort van handvaten om wel een verhaal doorheen te spannen, maar het is niet echt duidelijk wat precies het verhaal is. En dat is wel typisch eigenlijk en juist de reden waarom we het verhaal moeten vertellen. Omdat verhalen van de mensen die tot slaaf zijn gemaakt, worden vaak een beetje weggevaagd. En eigenlijk gewoon gedaan alsof die er niet waren. Terwijl dat juist zoveel mensen waren. En dat interessante verhalen zijn waar ik in ieder geval veel meer van zou willen weten. Ja, dus een beetje frustratie. Want elke keer als ik dacht, oh, hier kan ik over schrijven, dan was het eigenlijk niet zeker of dat wel was gebeurd of hoe dat precies was gebeurd. Maar dat heb ik hopelijk om kunnen zetten in iets... ja... Om toch haar verhaal zo goed mogelijk te kunnen vertellen. Ja, dat is denk ik ook de frustratie wat je hebt als onderzoeker. Je hebt alleen maar doodlopende sporen. Alles werd geschreven vanuit een witte perspectief. Alles werd geschreven vanuit het perspectief van wat voor waarde hebben deze personen.
en niet vanuit de menselijke waarde van wat ze meemaakten. We hebben natuurlijk hebben we wel bepaalde gedachtegangen en bepaalde eigenlijk ogenblikken van wat mensen dachten. We kregen het mee in de liedjes en we kregen het mee in de verhalen die we elkaar vertellen over onze familie. Maar ook wat er echt gebeurt, hoe de mensen echt geleefd hebben, hoe ze geleden hebben, dat is overal weggegumd. En vandaag kijken we er weer terug naar en we zeggen van, oh, we weten het niet. En heel lang was de conclusie, dan zal het wel niet zoveel uit hebben gemaakt. En nu zeggen wij, een groep wetenschappers, we weten het niet en het heeft uitgemaakt. We willen meer weten, we gaan verder zoeken. We stoppen niet bij het punt die ze gezet hebben in een kasboek. We gaan verder totdat we vinden waar we zoeken en dat zijn de levens van deze mensen. De levens van de mensen waarvan we nooit iets mochten weten. We willen de mensen weer, die slaafgemaakte, willen we weer tot mens verwekken eigenlijk met het onderzoek. Ik denk dat we sowieso als Arnhemmers of als Nederlanders of als Europeanen, dat wij een erfschuld hebben en die we moeten vereffenen. En zo kijk ik ernaar. We leven hier met z'n allen in een soort luxe. En aan de andere kant van de wereld leven er mensen in armoede. En dat is onze erfschuld. We moeten dat stukje ook omarmen en actie ertoe nemen. En als ik wij zeg, dan zeg ik wij Europeanen. Want hoe wij hier leven, zijn wij een deel van Europa. En wij zijn misschien de zwarte Europeanen, maar wij zwarte Europeanen hebben ook een plicht om tegen die witte Europeanen te zeggen, we hebben nog een schuld te vereffenen. Aan de andere kant van de wereld. Ik vind het opnieuw eigenlijk ook een beetje frustrerend soms. Omdat ik het idee heb dat niet veel mensen doorhebben hoe direct dat eigenlijk verbonden is. Dat we door die geschiedenis hier, wat je zegt, in het park kunnen rondlopen. Maar ook dat het daardoor in Suriname, dat ze daar juist veel minder hebben. En dat allerlei, dat het daar ook doorspeelt, zeg maar. Net zo goed als wij het hier goed hebben, dat ze het daardoor door die geschiedenis juist slechter hebben. En het wordt nu vaak gedaan alsof dat heel erg los van elkaar staat, want dat is hoe het nu gaat en dat ligt aan het bestuur daar. Of dat is allemaal zo ver weg van Nederland, maar daar heeft Nederland direct eigenlijk invloed op gehad. En ja, nog steeds. En ik zou het ook wel, voor mijn gevoel zou het ook eerlijk zijn als Nederland dan ook zou helpen om het daar, ja, om dat eigenlijk terug te betalen of te herstellen. Of dat nou letterlijk is met geld. Of, ja, ik weet niet hoe dat zou kunnen, maar ik heb wel het idee dat dat moet eigenlijk. Omdat het is zo frustrerend om dat te horen, dat mensen daar zich letterlijk dood hebben gewerkt of laten werken. En dat het hele land daar nu, behalve een soort van trauma's aan het land zelf, niet zoveel van terugziet. En ik denk ook dat als we kijken naar deze discussie, mensen hebben het over excuses maken en het staat los, dat
dat excuses gemaakt moeten worden. En dat is dan een gevoel van je hebt spijt van iets. Maar als je kijkt naar onze geschiedenis, waar vind je onze geschiedenis? Vind je die niet terug in de kasboeken van deze huizen? En waarom staat het nu opeens los van elkaar? Waarom staan de excuses los van de geldstromen? Terwijl onze geschiedenis terug te vinden is in kasboeken. Ik geloof dat ze voor Plantage Vossenburg, dat de gebroeders Bransen 60.000 gulden gecompenseerd kregen. Dus dat is een mooi bedrag. Ook als je het uitrekent in hoeveel euro's dat nu zou zijn, dat zou een aardig kapitaal zijn. En kan je nog wel een huisje van bouwen. Dit jaar wordt voor het eerst in Arnhem wordt er Kitty Kottie herdacht en gevierd, officieel. We zijn eerder deze maand zijn we begonnen met de Kitty Kottie maand. Hebben we al een tweetal lezingen hebben we gegeven. En nu hier zo in dit mooie park waar we nu zitten, zo daar bij de steile trappen, wordt er dit jaar herdacht. En dit wordt de eerste officiële herdenking in Arnhem. Willen we hier ook nog een monument ergens in Arnhem hebben. Het zou mooi zijn als het in dit park was. Dat is een van de wensen die we uitspreken. Nou, omdat het dus nog iets is wat we vandaag terugzien en het is net zoals andere geschiedenis van Arnhem gewoon een heel belangrijk deel eigenlijk. Ja, wat we dus inderdaad letterlijk terugzien, maar ook wat mijn moeder en ik dus en andere onderzoekers waar we veel van kunnen leren. Ja, en dus ook zodat het niet meer wordt gezien als iets wat alleen in Amsterdam of andere delen van het land gebeurde, maar dat net zo goed in Arnhem een belangrijk onderdeel is geweest van hoe de stad er vandaag nog steeds bij ligt. Hartstikke mooi. Maar het mag wel verteld worden hoe dat komt eigenlijk. Nou. Die waren er allebei. Ja. Nou, ik was er met mijn moeder. En Ishvara was daar. Met haar vrienden. Mijn nichten waren daar. Met hun kinderen. Dus achteraf besefte ik me van, hey, we zitten daar met drie generaties. Staan we daar. Apart van elkaar. En niet afgesproken, kom we gaan. Nee, iedereen in de regen. Want ik geloof dat Arnhem toen slecht weer had besteld. Zodat niemand zo slecht weer had besteld. Maar we stonden daar. En we stonden daar apart van elkaar voor hetzelfde. En dat besef dat iedereen, elke generatie, daar zo een gevoel bij had dat ze iets moesten doen. Van mijn moeder tot haar achterkleinkinderen. En het was mooi, maar het doet ook pijn ergens. Het doet ook pijn om te zien van dat, en daarom heb ik ook deze stichting opgericht, dat niet dat mijn kind, maar dat mijn achterkleinkinderen, dat ze dit niet meer hoeven te doen, dat ze niet meer hoeven te vechten voor gelijkheid, gelijkwaardigheid, voor hun eigen bestaan hier in Arnhem. Dat ze als met de potentie die we meebrengen, dat ze daarvoor gewaardeerd worden. Als Arnhemmers. Dat ze de kansen krijgen. De kansen op scholen. Als ze de eerste groep binnenkomen.
dat men ziet van, oh, daar zit potentie in. Jongens, zowel de meisjes, hè? Ja. Daarom ben ik Stichting Comité 30 juni, 1 juli begonnen in Arnhem. Om deze ongelijkheden, om die weg te trekken. Dat mijn achterkleinkinderen dezelfde kansen, hetzelfde behandeld worden, dat ze gezien worden als een potentieel. Gezien worden als de kracht van Arnhem. Dat we de diversiteiten die we hier hebben, dat we die gaan omarmen. Ja, ik vond het heel spannend. Eigenlijk al van tevoren, toen ik hoorde dat het in Arnhem was, was ik eerst heel blij van, oh, eindelijk. Toen was het nog met corona, dat je eigenlijk niet te veel mocht reizen of zo min mogelijk. Dus ik ging niet naar de andere steden. En toen het dan in Arnhem kwam, was ik blij van, oh, nu mag ik wel vanuit Arnhem mijn stem laten horen. Maar ik vond het ook wel een beetje eng, omdat ik zag hoe het in andere steden eraan toe was gegaan. Dat er te veel mensen dat het best wel lastig was geweest. En dus ik vond het ook wel eng in hoe in Arnhem bijvoorbeeld de reacties zouden zijn van andere mensen. En ook daarnaartoe was er heel veel politie, wat me nog nerveuzer maakte. Omdat ik me dan begon af te vragen van waarom is er zoveel politie en is het dan zo heftig, zo gevaarlijk. En toen ik daar aankwam, was het eigenlijk wel goed. Het was, er stonden stippen op het plein. Je kon gewoon rustig gaan staan, 1,5 meter afstand. En er waren, net als mama zei, heel veel mensen die ik kende. Vrienden. Met sommigen had ik afgesproken, met sommigen niet. Mensen die ik via kende. Want ik dacht, oh ja, staat er ook, wat goed. Ja, ik was vooral denk ik blij dat ik er gewoon kon staan. En dat ik kon laten zien dat ik ook achter deze beweging stond. Vanuit Arnhem. En dat er zoveel mensen om me heen waren die dat ook vonden. Of in ieder geval nodig vonden om daar te zijn. Was het de eerste keer dat je bij een protest aanwezig was? Ja. Oh. Maar ik moest van mezelf. Omdat het iets is wat ik in Arnhem en deze omgeving heb beleefd. Omdat het voor een cause, voor een reden was. Wat ook in Arnhem gebeurt. Wat ook in Arnhem plaatsvindt. Net zo goed als op alle andere plekken in het land. Waarvan op heel veel plekken gelukkig ook de protesten zijn geweest. Daarom vond ik het ook zo fijn dat het, zeg maar, dat het zich steeds meer verspreidde. Dat het op meer plekken mensen opstonden en zeiden wij gaan hier ook wat van zeggen. Omdat het op al die plekken gebeurt en niet alleen. Omdat het op al die plekken gebeurt en niet op één plek in het land. Dus daarom was ik ook blij, want ook in Arnhem, ook waar ik ben, waar ik woon en of vaak ben geweest. Heb ik last gehad of zie ik dat er andere mensen last hebben van discriminatie. Ja, ik was heel erg gespannen, denk ik. Ik was de dagen daarvoor was er natuurlijk online al veel te doen over Black Lives Matter protesten over de hele wereld eigenlijk. En ik was heel erg bezig met van, oh, dit is het moment waarop ik ook wat kan vertellen vanuit mijn ervaring, vanuit mijn overtuigingen. Ik vind het heel belangrijk om, ik vind educatie heel belangrijk. Wat mijn moeder doet, wat Erf Gelderland doet, onderzoek, kijken naar de geschiedenis om te begrijpen wat er vandaag gebeurt. Dus ik was gewoon aan het proberen daar heel veel over aan het delen. En ik weet dat ik, volgens mij had ik gewoon school, ik weet niet of ik tentamens had, maar ik was alleen maar bezig met Black Lives Matter. En hoe kan ik vertellen, hoe kan ik het vanuit mijn perspectief, voor mijn omgeving,
relevant maken en belangrijk genoeg, zodat ook de mensen die dat normaal misschien voorbij swipen, dat die nu ook wel gaan lezen waar dit over gaat. En eigenlijk met dat in de aanloop naar het protest, was ik ook de dag van tevoren alleen maar bezig met, oh, morgen ga ik naar het protest. Ik moet een bord maken. Gaan mijn vrienden ook. Hoe ga ik daarheen? Oh, ik moet wel een mondkapje hebben, want daar was weer kritiek dat mensen geen mondkapjes op hadden. Ik moet zorgen dat het allemaal zo, dat ik in ieder geval zo goed mogelijk mezelf voorbereid. En ook een beetje zo van, zodat mensen niet kunnen zeggen dat ik iets verkeerd heb gedaan door naar dat protest te gaan. Dus niet eens heel erg met de spirit van Black Lives Matter. Maar meer zo van, dit moet goed gaan, het moet veilig gaan. En het moet duidelijk zijn dat wij hier een belangrijk en niet per se een positief verhaal vertellen, maar dat we met een positieve boodschap komen. Dat, ik weet nog dat ik wegfiets en dat ik halverwege terug moest omdat ik mijn mondkapje was vergeten. Op de fiets. En het is een half uur fietsen vanaf mijn huis naar het centrum. Dus zeg maar zo. Ja, gewoon helemaal, ik zat helemaal hier in de spanning eigenlijk. Ja, ook door die hele aanloop en alles eromheen wat daar naartoe leed. Ja. En voor jou, wat voor gevoel had jij? Ja. Nou, ik denk zeker dat excuses gemaakt moeten worden. Al is het maar om die geschiedenis te erkennen. Want ik denk dat dat een ding is dat in Nederland een beetje doet alsof die periode niet plaats heeft gevonden. Of in ieder geval, het wordt dan de zwarte bladzijde genoemd en verder weten we er niet zoveel van. Dan houden we erover op, zeg maar. 400 jaar een zwarte bladzijde. Ja, de zwarte bladzijde. Dat is wel een hoofdstuk, hè? Ja. Dus al is het alleen maar om te erkennen dat die geschiedenis er is geweest, dat het heeft plaatsgevonden. En niet alleen de Gouden Eeuw, maar ook de minder gouden kant ervan. En vanaf daar kan er denk ik ook verder gekeken worden naar herstelbetalingen. Ik denk ook dat, wat ik net zei, als Suriname of andere voormalige koloniën waar Nederland is geweest. Als die het moeilijk hebben, heb ik wel zo een gevoel van dat Nederland de eerste moet zijn die eigenlijk die inspringt om te helpen, om daar iets mee te doen. En niet een soort van kijken van, oh ja, hé, hey, we zijn ook niet meer de baas, ze zoeken het maar uit. Maar dat het juist, want het komt doordat, voor een groot deel doordat Nederland daar is geweest. Ook al is het zo lang geleden, heeft dat letterlijk nog invloed op hoe de mensen vandaag daar leven en hoe wij vandaag hier leven. Dus dan, ja, ben ik wel van mening dat Nederland daar een soort van schuld aan heeft. Ik denk dat die twee hand in hand gaan. Excuses en herstel. Dat, zoals ik het al eerder zei, het is een erfschuld die we nog moeten betalen. En hij staat nog steeds open. Dus zolang we dat niet doen, zolang we kunnen excuses maken. Maar excuses zijn loze woorden als het niet gepaard gaat met herstelbetalingen.